Deze film was een van de winnaars van de Teken je Recht filmwedstrijd van Stabilo. Het Tangram heeft hiervoor met alle groepen 8 tekeningen gemaakt over de kinderrechten. Er zaten veel mooie tekeningen tussen. En uiteindelijk is gekozen voor deze tekening, waar ook een grappig verhaal bij was geschreven over gelijke behandeling. Het Tangram, alles anders. Koen heeft een spreekbeurt gehouden over paarden. Dit was mijn spreekbeurt over paarden. Hopelijk vonden jullie het een leuk onderwerp. De meester vond het hartstikke goed. Maar hij vindt het wel jammer dat jongens het altijd over jongensdingen houden. Goede spreekbeurt. Alleen is wel jammer dat je weer zo'n typisch jongensonderwerp hebt gekozen. Demi, had jij vanmiddag niet je spreekbeurt? Ja. Waar gaat die over? Formule 1. Dat is ook nou jammer, dat is weer zo'n typisch meisjesonderwerp. Vanmiddag mag jij spreken doen over kinderrechten. Is dat goed? Alle jongens zijn doodsbang. En de meester zegt dat de directrice er echt iets aan moet doen. In de pauze zitten alle meesters in de lerarenkamer. Dan komt de directrice binnen. Zo, het is hier net een kippenhok. Wie gaat er even koffie voor me halen? Ik heb nu last van die muis, zeg. Alle jongens zijn super bang, maar de muis lacht ze alleen maar uit. Zijn er al bouwvakkers onderweg? Ja, de bouwvakkers zijn al onderweg. Ik heb ze al gebeld. Hoe laat zijn ze hier ongeveer? Om 11 uur. Oké. Dan is het ook weer opgelost. Ja. Jullie willen nog wat koffie? Ja, ik. In de pauze zijn de meisjes aan het voetballen. De jongens zijn aan het kletsen en praten over de nieuwe kleren die ze hebben gekocht. Bij de Sarah volgens mij. Oh my god. Echt? Je kan ook al die dingen daar. Groene jas. En dit was? Hier is Sarah. Die schoenen die passen echt precies bij die broek en dat. Een paar jongens vragen of ze mee mogen doen met voetballen, maar dat mag niet. Mogen wij meedoen? Nee, jullie mogen niet meedoen. Die zijn veel te jongensachtig. Even later valt een meisje over de bal. Ga staan, je bent toch geen jongen? De andere meiden komen erbij staan en zeggen dat ze niet moet huilen. Ze is toch geen jongen? Onderweg naar de klas komt de meester de bouwvakkers tegen. Zo, waar gaat dat heen met je mooie blouse? Naar mijn lokaal. Oké. Okay. Zijn we bijna klaar met die muizen? Ja, we weten alleen niet precies waar die muizen zitten. Zolang het maar dicht is, kan er niks meer gebeuren. Ja. In de klas staat Demi klaar om haar spreekbeurt over kinderrechten te gaan houden. Mijn spreekbeurt gaat over kinderrechten. En ze had weinig tijd, maar ze heeft er toch nog wat van gemaakt. Ze vertelt dat kinderrechten bestaan om kinderen te beschermen. Kinderrechten zijn heel belangrijk en we hebben best wel veel kinderrechten. Bijvoorbeeld het kinderrecht om naar school te gaan. De jongens mogen eigenlijk heel blij zijn dat ze in Nederland wonen. Want in sommige landen mogen ze helemaal niet naar school. Hè? Dat is wel heel gek. Jongens die niet naar school mogen. Dat wordt wel erg raar. Net als deze film. Want wat is eigenlijk normaal? Vind je dit gek? En is dit dan normaal? Vind je dit gek? Of vinden jullie dit normaal? Vind je dit gek? Of vind je dit normaal? Dit is in ieder geval niet normaal. In sommige landen kunnen kinderen helemaal niet naar school. Dat is ook niet normaal. In sommige landen kunnen alleen jongens naar school. Jongens en meisjes zijn gelijk. En ze moeten ook gelijk beantwoord worden. En alle kinderen hebben recht op onderwijs.